Florian Jozefsson, gefeliciteerd met je goal. Het was ook een goal die je ploeg hier hard nodig had op dat moment, hè? Zeker, na die goal was het bevrijdend, zeg maar. En, toen kwamen we wat losser, ging het ook wat makkelijker. In de eerste helft was het stroefjes. De eerste 20 minuten hadden we veel balverlies. En na die 20 minuten ging het beter. Ja, hadden we ook veel kansen gemist. Met name hij die hier staat. Memphis, Depay die de derde goal maakt, ja. die ik daar ook nog even wil spreken. Verklaring voor waarom het de eerste helft zo lastig en zo moeilijk was? Ik denk dat we de bal te snel kwijt waren als we hem hadden. En dan konden we de wedstrijd niet domineren en hadden we geen rustpunt. Dus ik denk dat dat het was. Ja, terwijl iedereen bij PSV zo verwend is geraakt de afgelopen weken, dan was toch even een opvallend iets dat jullie zo'n moeizame eerste helft hadden. Klopt, maar uiteindelijk gaat het om de 3 punten. Dus als we winnen, dan hoor je niemand klagen. En we hebben nu ook een reeks veel wedstrijden, dus misschien speelt dat ook een beetje mee. Ja, wat werd er in de kleedkamer besproken in de rust? De ouderwetse donderspeech van de trainer? Er werd wel even gezegd dat we wat scherper moesten beginnen en de bal meer in de ploeg moesten houden. En dat wij gewoon geduld moesten hebben. Zo kwam je weer in de wedstrijd. En gelukkig scoren we snel naar rust en hadden we weer controle over de wedstrijd. Ja, jouw debuut als basisspeler bij PSV, hoe kijk je daarop terug? Ik ben heel blij, maar het ging een beetje wisselvallig, een beetje slordig. Acties, een paar acties goed, voorzet wat minder. Maar al met al ben ik blij. Mijn voorbereiding was geblesseerd geraakt. Dus het is mijn eerste basiswedstrijd weer. En best lang volgehouden, dus ging goed. Ja, en gescoord. De belangrijke eerste goal. Dus wat dat betreft niks dan lof. Kun je eens aangeven wat het verschil maakt tussen een basisplaats bij RKC en een basisplaats bij PSV? Verschil. Ja, dat is qua beleving, hoe je het voelt. Het is een topclub, dus je speelt druk mee. En het is gewoon heel anders, omdat hier zijn we allemaal jong. En we spelen voetbal bij RKC, is het zeg maar countervoetbal. En dan zagen we meer, hier moeten wij het spel maken. En dit is gewoon een topploeg, dus verwachten ze ook meer van je dan bij RKC. En daar moet jij misschien een klein beetje aan wennen. Ja, ik ga steeds beter. En ik word ook beter door die andere voetballers, dus het gaat goed komen. De wedstrijd van dinsdag tegen AC Milan, in hoeverre speelde die vandaag al mee in de beleving, in de mentaliteit? Totaal niet. We moesten eerst langs Go Ahead. Zoals je zag, hadden we de eerste 20 minuten moeilijk, dus het speelde niet mee. Nu kunnen we ernaar kijken, maar vandaag nog even genieten van de punten. En even goed uitrusten en vanaf morgen onze neus richting AC Milan. 3-0 gewonnen, waar hebben we het eigenlijk over, hè? Precies, maar ja, het is een topploeg, dus wij zijn nooit tevreden.